Hoi, ik ben Astrid, styliste bij Beekbeelder en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je goed je product uit kan kaderen. We hebben daarvoor dit handige presentatieplateau ontworpen, die je gemakkelijk over een zuil heen plaatst. Dit plateau heeft een handige griprand, waardoor het goed op het oppervlak blijft zitten. Ik ga jullie nu vertellen hoe je je product goed uitkadert. En wat het verschil is als je wel of geen decoratie om het cirkelframe heen plaatst. We beginnen even bij dit boek. Je ziet eigenlijk al wat voor effect het heeft dat het even hier omheen gekaderd wordt. Maar we gaan het nog sterker naar voren laten komen. Dat gaan we doen door middel van een rank aan het frame te bevestigen. Ik gebruik hiervoor onze mooie Pothos-rank. Je zet hem aan de bovenkant, zet je hem vast met één tarep. We gebruiken hiervoor altijd tareps, want die zijn gemakkelijk te bevestigen. Ga je stevig aantrekken en dan weet je zeker dat je product altijd goed bevestigd zit. Omdat dit een wat grotere rank is, is het goed om hem op 6 punten vast te zetten. En je hebt gelijk al een groot effect. Natuurlijk moeten we hierbij niet de afwerking vergeten. Gebruik een tangetje waar je de tarepjes mee afknipt. En zorg ervoor dat je bladeren goed zijn uitgevouwen. En zo zie je dat het gelijk een groot effect is en dat je product nog meer kan laten opvallen. Ik heb jullie nu laten zien hoe je gemakkelijk een zomerse presentatie maakt door middel van het cirkelframe in combinatie met een rank. Ik ga jullie nu laten zien wat het effect is als je deze in andere seizoenen gaat gebruiken. Bijvoorbeeld mooi combineren met kerstgroen of je zou er bijvoorbeeld ook kerstballen in kunnen hangen. Zodat het goed past bij je decemberpresentatie. Ook kan je dit cirkelframe natuurlijk uitstekend gebruiken voor mooie voorjaarspresentaties. Door er bijvoorbeeld bloemen aan te bevestigen of bijvoorbeeld harten met Valentijnsdag.